Ja mensen, welkom bij deze korte update. Dit is Calibre met live vanuit de sneeuw. Hier zijn er sneeuw, de zon schijnt in je gezicht. Nou, even kijken of ik het kan laten zien. Kijk, ik heb hier een sneeuwvlok in mijn broek, in mijn jas, hier nog een. Ik zie waarschijnlijk niet goed door de belichting. Kijk, maar het schijnt gewoon, het is gewoon aan het sneeuwen joh. Moet ik even naar hem aan jongens, het sneeuwt. De zon schijnt en het sneeuwt. Nou. Wij zien dat alleen in Oostenrijk. Nou, de wereld is helemaal naar aan het gaan. En daar sneeuwt het hard. Nou, ik ga gewoon naar dat gebied. Ik wacht gewoon tot dat gebied hierheen komt, jongen. Hier. Kijk. Kijk, zie je? Ik verzin niet. Sneeuw, hier. Sneeuw. Ja, dat is gewoon aan het sneeuwen. Mijn grote griebels, ben ik blij dat ik dit video klaar heb van die Urbex. Ja, je wilt het goed, ik kom dit Urbex video aan. Nou ja. Ik rijd dus met mijn skelter momenteel in de sneeuw. Ja, je moet gek zijn, maar ja, ik ben wel gek, dus ja. De sneeuwfront trekt daarheen, dus ik moet zo snel mogelijk die kant op. Nou, ik rijd momenteel bij de IJssel. Hallo IJssel. In de sneeuw, ja het sneeuwt, ja wel. Kijk, ik heb sneeuwfront, smot sneeuwfront. Misschien zie je dat ook wel aan mijn haar. Ik denk het wel. Aan mijn jas. Ah, het sneeuwt gewoon! Nu denk je echt, help, waar zijn we nou weer aan het kijken? Ik maak dus 2 video's vandaag. Ik zal het doen. Ik maak dus een 2e video. En ik heb de wind in de rug. Heerlijk toch? Alleen die sneeuwt best bijna aan mijn hartjes. En ik hoop dat mijn telefoon dit kan handelen. Dat is ook een probleem. Hier, sneeuw. Hoe vet is dit, jongens? In april, de zon schijnt hoog aan de hemel. Dit zie je normaal gesproken in Oostenrijk. Kijk die lucht dan ook even daar, hè? Ja, ik ben nu helemaal happy. Sorry als je dit niet kan handelen. Het spijt me. Ik ben zo blij. Maar het lijkt niet licht op de straat, jongens, omdat het te heet is. April doet wat hij wil, inderdaad. Oh. Het gek was, toen straks vond ik al bloedheet, ging ik, het zou gaan sneeuwen als een bui valt. En dat doet het nu ook. Hoe gaaf is dat? Hoe vet is dit? Ja, je ziet het waarschijnlijk niet goed op beeld, maar ja. Het is toch letterlijk aan het sneeuwen nog. Ja, let it snow, let it go, let it snow. Yeah, let it snow, let it snow, let it snow. Ik weet niet of deze video voor de Urbex komt of na de Urbex. Maar ik kreeg een bericht van een fan. Die vroeg: god, waar blijven video's? Nou, ik heb hem terug gereageerd van ja. Ik ben druk bezig met werk en alles. Want ik heb een nieuwe functie bij de gemeente gekregen. Zijn met ongeveer 15 tot 20 collega's met een wijkteam beheerder verf. Dat is dat ik heel verf met die 20 collega's moet onderhouden in het groen. Snoeiwerkzaamheden, onkruid, dat soort dingen. Ook al voor straatwerkzaamheden, eigenlijk alles wat erbij moet doen. Verfbakken bijhouden. Ja, toen heb ik gezegd, ja, heb ik tegen hem gezegd dat ik wijkbeheerder verf ben geworden. Ze zeiden, ja, aan je fans dan. Toen heb ik gezegd, ik ga proberen, als ik tijd heb, ga ik proberen 1 video te maken. Maar dat wil ik niet. Ik heb wel genoeg tijd dus blijkbaar. Want er komen 2 video's aan. Eentje in de sneeuw, zoals nu. En de andere, ja, die komt ook nog zo meteen erop. Dat is die Urbex video. Die komt ook nog online. Dus ik weet niet welke eerst komt, dus maar ik heb nu 2 video's ingesproken. Nou, wie fijn. Maar dat is toch geweldig. April dat is heel. Oh, mooie paarden, jongen. Alleen sneeuw is niet blijven, waar is sneeuw gebleven jongens? Sneeuw al weg. Hé, hey, wat zijn jullie mooie paarden, kijk. Dat is super duidelijk. Want hier sneeuwt het niet meer. Nee, nee, sneeuw is weggetrokken. Nou, dat was even korte sneeuw. Dat was even kort, maar ik had een sneeuwbuitje. En daar staat nu ook sneeuw. Thank you.
Nou, niet hard, niet van heel. Toch wel. Hartstikke wel een sneeuwvlak meer. Nou, je weet. Dat is echt. Houd je gezond. Ja, dit was dus de video. 5 minuten lang. Ik denk niet dat ik nog meer aan de sneeuw kom te rijden. Anders moet de sneeuw ineens bij zitten houden, maar dat gaan we niet doen. Dat gaat niet lukken. Maar ik wil jullie nog een mooi plekje laten zien in Velp. Dat is dit. Die waterval. Dat die gewetvals. Like, abonneer en check erbij een nieuwe video. En dan zeg ik later.